Wees bewust van de kracht van taal en verhaal. Dat is mijn pleidooi. Vandaag worden we overrompeld door informatie. Taal en verhaal zijn daarbij cruciaal om onze complexe wereld betekenis te kunnen geven. Om de gelaagde nuances en zienswijzen te verwoorden. Om een onderscheid te leren maken tussen feiten en meningen. Om eeuwenoude kennis en inzichten over te dragen naar volgende generaties. Wij zijn een verhalende diersoort. We verwoorden onze verhalen op een bepaalde wijze. We richten onze taal en ons verhaal op verschillende doelgroepen. Een academisch publiek, onze achterban of de man of vrouw in de straat. Er zijn verschillende wegen en mogelijkheden om taal en verhaal aan onze wereld te geven. En dat is mijn pleidooi. Onze woorden doen ertoe. Verhalen die we kiezen en brengen hebben steeds een impact en daar moeten we de verantwoordelijkheid voor nemen. Niet achteraf, maar wel vandaag. Onze geglobaliseerde en gedigitaliseerde wereld zorgt niet alleen voor een toegenomen complexiteit, maar ook voor een versnelling van de informatiestromen en daarmee ook een grotere kans op frictie en polarisatie. Hoewel democratische polarisatie absoluut nodig is om politiek legitieme thema's zoals armoede of klimaatcrisis aan te pakken, zorgt toxische polarisatie voor vijandschap en het afbrokkelen van het sociaal weefsel in onze samenleving. Toxische polarisatie richt zich niet inhoudelijk en feitelijk op het legitieme thema. Toxische polarisatie richt zich op het creëren van negatieve gevoelens ten opzichte van de ander. Die ander wordt dan niet langer voorgesteld als een politieke tegenstander, maar wel als een vijand en een bedreiging voor de eigen groep. Door een toxische en ontmenselijkende taal te gebruiken, gaan mensen anders denken en handelen. Mensen reageren niet op wat echt feitelijk waar is, maar wel op wat ze denken dat waar is. Als jouw wereldbeeld volgestouwd raakt met angstverhalen en vijandsbeelden, dan zal dat een problematische impact op je gedrag hebben. Het is dan ook op dit moment, vandaag, dat we aandacht moeten geven aan het graduele afgeleiden van taal en verhaal. En dat we stevast moeten kiezen voor een vragende opstelling, voor nuance, voor een omarming van de complexe gelaagdheid die onze wereld kenmerkt. Geen gemakkelijke opdracht, maar één die met vallen en opstaan weer menselijkheid met zich mee zal brengen. En menselijkheid is nodig om een gezamenlijke wereld te kunnen opbouwen. Dus daarom, wees je bewust van de kracht van taal en verhaal.